We gaan daarvoor naar het buitenland, we gaan naar Iran. Daar is een vrouw veroordeeld tot steniging. En steniging is dat je uiteindelijk zoveel stenen tegen haar aangooit dat ze doodgaat. Omdat ze overspel gepleegd zou hebben. Daar is een oproep geweest van haar zoon aan de westerse wereld, of eigenlijk aan de hele wereld, om voor haar op te komen. Laten we even naar die oproep van die zoon luisteren. Despite numerous attempts, Sajjad says he has been unable to obtain a meeting to plead his mother's case in person. But he refuses to give up. It is crucial I tell these men what I have to say. Dear Mr. Khamenei, Mr. Ahmadinejad, and Mr. Larijani, all I ask for is a letter. I want a letter from my dear mother. Please write this letter of pardon because she is innocent, 100% innocent. Ja, het debat vindt hier plaats aan tafel. Hafid Bouazza heeft vorige week een stuk geschreven in de Volkskrant. Waarin hij zich aansloot tegen de mensen die protesteren tegen de steniging die plaats lijkt te gaan vinden in Iran. En vandaag heeft Izzaddin Ruhollahsin op de website van de Volkskrant een ander stuk geschreven. En de essentie van uw stuk is dat wij moeten begrijpen dat steniging plaats kan vinden in een land als Iran. Nou, u hoeft het niet zozeer te begrijpen. U kondigde in de aankondiging aan dat ik voorstander was van deze steniging. Dat was natuurlijk niet helemaal waar. Ik ben van mening dat het een interne Iraanse aangelegenheid is. En dat vanuit de westerse wereld, of van waar dan ook, of dat nou vanuit Zuid-Afrika is, of Zuid-Amerika of Australië. Het blijft een Iraanse interne aangelegenheid. Er bestaat zoiets als de universele rechten van de mens. En het woord universeel zegt het al. Dat betekent dat ze overal ter wereld gelden. En een daarvan is dus dat je niet vrouwen stenigt omdat ze verdacht worden van een overspel. Nou, maar ik zou tegelijkertijd de islam tot universeel kunnen verklaren en tegen de hele wereld zeggen dat ze volgens de islam moeten leven. Dat is hetzelfde principe. Maar dat komt u wel door, maar dat is niet gebeurd. Dat nee, maar bovendien, de universele verklaring van de rechten van de mens, die heeft geen universele geldigheid. Pardon? Omdat het is een product wat destijds is ondertekend door 48 landen, waarvan er 8 zich hebben onthouden van stemming. Met name de Sovjet-Unie en Saudi-Arabië, omdat die die principes in strijd vonden met hun eigen principes. En ik vind dat dat vandaag de dag nog steeds geldt, dat die principes niet noodzakelijk hoeven te gelden en dat het aan staten zelf is om te bepalen of zij vinden dat het rechtvaardige principes zijn of niet. U zegt eigenlijk, daar moet je niet mee bemoeien. Ja. Wat er ook gebeurt in zo'n land. Nou, ik wil niet zeggen wat er ook gebeurt, want er zijn natuurlijk ook zaken zoals genocide, waar het een ethisch dilemma wordt. Dit is geen ethisch dilemma. Daar aarzelt u bij genocide. Nou, kijk, ik wil niet over het algemeen gelijk zeggen van het mag nooit. Want stel, met genocide, daar kunnen ook hele andere belangen bij gebaat zijn. Zeg maar. Nou goed, laten we teruggaan tot deze vorm van straf. Genocide is een ander onderwerp. Hier gaat het over Dit gaat over een individueel geval. Ja? Deze vrouw heeft misdrijf gepleegd voor de Iraanse wet. Volgens de Iraanse wet is dit een strafbaar feit. Volgens die straf. Dus wat is het argument? Wat is het argument? Nou, ik vind dat je helemaal niet meer kunt zeggen dat het een interne aangelegenheid is, omdat haar zoon, twee kinderen, die hebben dus de wereld opgeroepen om haar te steunen. En 111 steden hebben daar gehoor aan gegeven via protesten, via het ondertekenen van petities. En over die mensenrechtenverdragen en dergelijke, dat die universele mensenrechten niet universeel gelden, dat vind ik nogal ironisch, want het is natuurlijk dankzij de universele mensenrechten dat u hier in Nederland kunt zeggen wat u kunt zeggen. Nee, maar daarom zeg ik, het is een westers product, dus ze zijn alleen geldig in het Westen. En als ze geldig zouden zijn in de islamitische wereld, waar we het nu over hebben, dan hadden de 51 landen van de organisatie van Islamitische conferentie ook niet de Cairo-verklaring hoeft op te stellen. Maar nou ja, kijk, laten we het zo zeggen. Ik kan wel een jijbak gebruiken. Van, dan moeten islamitische landen zich ook niet meer bemoeien met de interne politiek van Israël. En, Iran had zich ook niet moeten bemoeien met de duivelsversie van Salman Rushdie. Een doodstraf uitroepen over een schrijver die in Engeland woonde, een Engelsman was. Dus laten we niet zo beginnen. Wat ik vind is. Nou,
ik wil even zeggen dat ik vind dat de fatwa van Rushdie, die heeft alleen geldigheid in de islamitische wereld. Nee. Dat is de juridictie. Dat is niet waar. Laten we teruggaan naar waar het stuk over begonnen is en de petitie voor getekend is. Precies. U vindt dat Hafid Bouazza zich bemoeit met iets waar hij zich niet mee moet bemoeien door zo'n petitie te ondertekenen. Ja. Dus je komt op voor een vrouw die vermoedelijk of waarschijnlijk of misschien gestenigd wordt. En dan vindt u dat Hafid zich daar niet mee moet bemoeien? Nee. Ja. Want in Iran, wij vinden het hier... ik vind stenigen ook niet smakelijk of zo. Ik wil het niet... Nee, we hebben het niet over smaak, toch? Of wel? Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat is juist het punt. Kijk... Vindt u dat het wel of niet kan, of vindt u het alleen smakeloos? Ik laat duidelijk zeggen, ik wil een duidelijk onderscheid maken... dat wat ik nu ga zeggen is mijn persoonlijke mening... en dat u dat niet gelijk als een islamitisch oordeel moet zien... Dat gebeurt vaak in de media. Wat is uw persoonlijke mening? Nou, persoonlijk ben ik ook niet, vind ik stenigen ook niet zo. Wat bedoelt u met niet zo? Nou, ik vind het een vrede straf, laat ik het zo zeggen. Een terechte straf? Een vrede straf. Een terechte straf? In dit geval? Als ze het in Iran terecht vinden, dan... Wat doet mijn mening daarin ter zake? Nou ja, u vindt dat zo belangrijk dat u zelfs een stuk op de Volkshand-website schrijft over uw mening. Dus uw mening doet in dit geval kennelijk ter zake. Nou, mijn mening doet in dusverre ter zake dat ik het een kwestie van Iran vind, zeg maar. Maar kijk, als moslim geloof ik dat alleen Allah heeft het recht om wetten te maken voor de mensheid. Hij heeft de soevereiniteit om dat te bepalen. Als ik nu ga zeggen stenigen mag wel of niet... dan schend ik die soevereiniteit. Mevrouw Halsema. Ja, dan vraag ik me toch af of u dan bijvoorbeeld ook vindt... dat u zich niet mag bemoeien met wat er in de Abu Ghraib-gevangenis is gebeurd. Hè, dat is dan ook niet strijdig met de mensenrechten. Of als Palestijnen in Israël onderdrukt en mishandeld worden... dan doet u, neem ik aan, ook geen beroep op de universele mensenrechten. Nee, ik doe dan geen beroep op de universele mensenrechten. Maar wel dat het gebeurt in een land... in een moslimland, een soenitisch moslimland... dat ik als onderdeel van mijn gemeenschap zie. Ja, maar u woont er niet. U bemoeit zich met interne aangelegenheden. Maar mag ik... U begrijpt de mensenrechten niet. Die zijn niet het bezit van staten. De staten bezitten de mensenrechten niet. Mensen bezitten de mensenrechten. Wij... Mensen hebben de mensenrechten in het leven geroepen tegen de tirannie van staten. En daarom zijn ze niet alleen mijn bezit, maar ook van een vrouw in Iran. En als u dat miskent, dan miskent u ook de vrouwenrechten. Dan miskent u dus dat de mens op kan staan tegen de tirannie van een staat. Hafid Bouazza. Maar stel die wat hij net zegt over Palestijnen, wat op neerkomt is moslims nemen het alleen maar op voor andere moslims. Dat is het hele idee van de umma, van de islamitische gemeenschap. Nee, ik heb niet gezegd dat je het alleen maar moet opnemen voor moslims. Ja, je vindt van Palestijnen, het waren moslims. Ja, en die worden onderdrukt. Ja, maar u maakt ervan dat ik zeg van... Maar mag je mag ik even, het alleen opnemen voor maar, dat kunnen we teruggaan naar de kwestie waar je die petitie voor hebt ondertekend. Precies, waar het om neerkomt is... twee kinderen doen een oproep... dankzij de advocaat van die vrouw. Mm-hmm. Die moest naar Noorwegen vluchten, naar de rechtszaak. Tussen aanhalingstekens. Die heeft een oproep gedaan. En dankzij Nahid Selim, de Egyptische schrijfster in Nederland... die heeft dat georganiseerd en die heeft... tekende petitie. Dus wat uiteindelijk op neerkomt is... je geeft gehoor aan een smeekbede van twee kinderen... die hun moeder willen redden van een doodstraf. En wat er nog een keer bij komt kijken, daar heb je helemaal gelijk in. Het gaat ook om vrouwenrechten. De vrouw zelf, mevrouw Ashtiani, heeft in een interview gezegd... dit kan mij alleen maar overkomen omdat ik een vrouw ben. Dus dat is de essentie van het hele verhaal. Het gaat niet om universele, of de Koran of de islam, nee. Het gaat om, geef je gehoor aan zo'n smeekbede. Ik zou zeggen, ja, ik heb zelf twee kinderen. Ik zeg, ja, wat is er mis met medelijden? Wat is er mis om die twee kinderen te helpen hun moeder te redden? En het gaat ook om de criminalisering van vrouwelijke seksualiteit. Nee, het gaat hier niet om de criminalisering van vrouwelijke seksualiteit. Het gaat hier om binnen de islam als misdrijf wordt gezien. Precies, maar dat is toch mis binnen de islam. Als het waar is, is het enige wat de vrouw heeft gedaan... Maar dan gaat het toch niet alleen om vrouwen? Dan gaat het is vrijen, niet meer dan dat. Daar doet ze verder niemand kwaad mee, is vrijen. Dat is zachtaardig. Waarom wordt haar minnaar niet gestenigd? Dat een misdrijf is. Nee, ik zeg... Ik schaam mij niet achter dit vonnis. Ik schaam mij achter dat het een interne Iraanse aangelegenheid is. Maar in die zin
is het... Ik vind dat een heel zwak argument. Ik vind dat een heel zwak argument. Het is in die rechtspraak. Het is intern soevereine staat. Dat heb ik trouwens ook in mijn stuk geschreven. Ik bedoel, de islam heeft al lang wortel geschoten in Europa. De islamitische landen bemoeien zich ook met wat er hier in Europa gebeurt. Dus waarom zou Europa zich ook niet mogen bemoeien met wat er in islamitische landen gebeurt? Oké, stel. En wat Nahid Selim helemaal heeft... Stel. Stel... Kijk, de macht van elke beschaving is eindig. Je had de oude Grieken, je had de Romeinen, die zijn allemaal ten onder gegaan. Even to the point komen. Stel, de macht, de militaire economische macht van het Westen zou dalen... en Iran zou de dominante supermacht op aarde worden. Mm-hmm. Stel, er zou hier zo'n geval zijn als bijvoorbeeld Jack de Vries. Heeft ook overspel gepleegd. Wat zou u dan van gaan vinden als deze landen hun macht gingen aanwenden om ervoor te zorgen dat er bepaalde normen, zeg maar... Sorry, Laat hem even zijn verhaal afmaken. Dat die landen dan bepaalde normen... Wat dat die dan bepaalde standaarden gaan stellen aan het Westen. Van, die mensen moeten hier gestraft worden. Dat zou niemand hier accepteren. Dus waarom zou Iran of welke andere staat dan ook dan moeten accepteren... Het kenmerk van de mensenrechten is dat het geweld dat staten mogen gebruiken tegen mensen wordt ingeperkt. Tuurlijk, dat maar is die, zo'n belangrijk mensenrecht. En wat sorry, u mag ik is dat de staat altijd bevoegd is om mensen te mishandelen. Kijk, die inperking... Nu mag ik even iets zeggen. Dit is niet iets dat de westerse staat doet. Dit zijn mensen, individuen, die de petitie hebben ondertekend... die opkomen voor de rechten van die vrouw... en die de gehoor hebben gegeven aan haar zoon om haar te redden. Het is dus net als in 15 februari 2003... Ja, okay, toen 10 miljoen mensen wereldwijd hebben geprotesteerd... over de hele wereld tegen de invasie in Irak door Amerika. Het is iets dat vanaf de bevolking komt. Het is niet zo dat de Nederlandse staat heeft gezegd... jullie mogen dit niet doen. Ja, maar dit komt vanaf de mensen zelf. Wat blijft die barmhartigheid van de islam nou eens een keer? U krijgt het woord. Ten eerste, waarom denkt u dat die mensen protesteren? Dat doen ze om hun eigen staten onder druk te zetten... om diplomatieke druk op Iran uit te oefenen... om dit vonnis nietig te verklaren. Ja. Klaar. Ja. En dan wil ik nog op wat... Om een reden van menselijkheid en barmhartigheid. U zei dat de mensenrechten dat staten daardoor beperkt worden. En in dat klopt. Geweld. Maar die 51 landen van de Organisatie van Islamitische Conferentie... die worden beperkt door de Cairo-verklaring van de rechten... van de mens, waar alle mensenrechten eigenlijk voortkomen uit de sharia. Geef even antwoord op de laatste vraag van Hafid. Waar blijft de barmhartigheid van de islam? Waarin man en vrouw ook niet gelijk zijn. Laten we dat ook willen verduidelijken. Even niet door elkaar. Dus de vraag van Jeroen was, waar blijft uw barmhartigheid ter zake? Mijn barmhartigheid? Nou ja, de barmhartigheid van de godsdienst die u aanhoudt. Nou, ik geloof in het leven van de hiernamaals. Dus hoe eerder je doodgaat, hoe beter? Nee. Maar in die zin... Kijk, de straf, heilig vuur is zwaarder. Maar ik wil nogmaals benadrukken... De vraag is, waar is de barmhartigheid? Dat zeg ik, dat de straf in het heilig vuur is genadiger. Dat zou waarmee hun dat vonnis legitimeren.